Duidelijk gemaakt dat een digitaal platform dat zou moeten dienen om een onzinnige gedachte als een lokale instellingzone te ondersteunen, dat ik daar geen voorstander van heb. Ik dank. Goed, dan hebben we begrepen, mevrouw de Kleruur. Zij is iemand die eigenlijk niet bijzonder geschoold is in wiskunde of zo, maar daar een grote belangstelling voor heeft. En zij is iemand die de eerste computerprogramma's begint te schrijven, althans wat wij computerprogramma's zouden noemen. Ik denk dat zij er meer van af wist dan ik er ooit zal van afweten. Maar in elk geval, zij was iemand die daar zeer mee bezig was. En dan zie je, dat is eigenlijk aan de tijd natuurlijk weer, begin 19e eeuw. Ja, dat is gewoon aan het doen. En het zijn eigenlijk die migranten die zorgen dat onze economie hierom kan groeien. Dus wij hebben helemaal niks aan die Brexit, maar we worden tegen onze zin eigenlijk uit die Europese Unie gestuurd. De Schotten willen die niet gewoon een nieuw referendum. Hey, een nieuw referendum, en ik weet niet of je dat herinnert, maar 2016, net na het Brexit referendum, was dat... What the fuck? Ja, hoor je, zeg.